Wij zijn hier in de Kaderstraat in Eindhoven, Rietsalon. Samen met jou, hè? Ja, zeker. Jij bent hier al jaren bezig hier op straat. Ja. Hoe lang werk je al hier? Bijna 10 jaar. 10 jaar alweer? Ja, 10 jaar. Dat is niet normaal, hè? Wat heb je hiervoor gedaan dan? Want je bent via verschillende wegen hier naartoe gekomen misschien. Ja, hiervoor heb ik verschillende plekken van alles een beetje gedaan. Sloopwerk, van alles. Ja, van alles een beetje. Nu maak je dingen. Je maakt de weg. Nou sloop ik ze niet meer, dan maak ik ze. Nou moet je ook wel heel veel werken met mensen die niet de Nederlandse taal zo goed spreken. Ja. Hè? Hoe kun je daar dan goed mee communiceren? Ja, een beetje little bit nog. Je weet nog. slow down, little bit. Gewoon een beetje met de handjes, een beetje gebaren. Ja? Ja, we komen er wel uit. Ja. Als je ergens aan het werk bent, dan zet jij gewoon je tanden erin, hè? Ja, zeker. Het is ook voor mijn stadje, hè? Ja, zeker. Stadje. Ja, het is mijn stadje. Hartstikke goed, man. Laat eens even zien wat je precies aan het doen bent. Ik wil het liefst tot mijn pensioen hier blijven, gewoon. Ik heb het naar mijn zin. Ze zijn goed voor me. Ik ben opgevangen door de eerste baas, Leo. Hij heeft me echt zo opgenomen als een baby. Dus ja, ik ben hier meegegroeid, net een kindje, tot nu, hè. Dus eigenlijk is Leo zeg maar als een engeltje op jouw schouder. Het is jouw beschermengel nu. Zeker. En dat waardeer ik heel erg. En daarom neem ik mijn werk ook heel erg serieus aan. En dankzij Leo ben je van de straat. Ja, zeker. En dan maak ik de straat. En je maakt de straat, ja. Richelon, dankjewel jongen. Want je bent echt een gouden peer. Alsjeblieft. Dankjewel. Met gouden tanden.